daar bieden we zorg. Hoogleraar orthopedagogiek Erik Knort is gespecialiseerd in jeugdzorg. Hij onderzoekt vooral hoe effectief die jeugdzorg is. In Nederland bestaan 4 hoofdvormen van jeugdzorg. Ambulante zorg, waarbij kinderen of jongeren gewoon thuis worden behandeld. Daghulp, waarbij kinderen overdag in een centrum zorg krijgen. Pleegzorg, waarbij kinderen in een pleeggezin worden geplaatst. En residentiële zorg, waarbij kinderen worden opgenomen in een zorginstelling. Er hangt om residentiële zorg, om te huizen, een beeld. En ik denk dat dat ook wel een beetje historisch bepaald is. Als een plek, als een soort opbergplek. Dat kinderen die in een tehuis worden opgenomen, jongeren die in een tehuis worden opgenomen, daar alleen maar slechter van worden. Als je nou kijkt naar onderzoek, dan is dat beeld niet juist. Daar blijkt uit dat door de bank genomen kinderen en jongeren er wel degelijk op vooruit gaan. Dat is eigenlijk best belangrijk nieuws. Want dat staat haaks op een soort beeld van het werkt helemaal niet. De meeste ouders doen wat ze kunnen. Maar in sommige situaties is het goed dat kind en ouders tijdelijk afstand van elkaar nemen. Vaak komen kinderen met gedrags- en opvoedingsproblemen ook uit een gezinssituatie die problematisch is. Waarbij ouders eigenlijk niet goed meer weten hoe ze met hun kinderen verder moeten. Als je in de periode van de residentiële zorg eigenlijk heel weinig met de ouders gedaan hebt, dan betekent het dat kinderen terugkomen in een situatie, ja, die als het ware nog net zo is dan waar je begon. Dat betekent, als je in de residentiële zorg meters wil maken, om het zo maar eens te zeggen, dat je aan 2 kanten moet werken. Zowel aan de kant van het kind, maar ook aan de kant van ouders en gezin. En dat betekent eigenlijk in deze sector duidelijk een ontwikkeling. Ik zeg ook nadrukkelijk, daar kan een schepje bovenop. Op dit punt heeft de residentiële zorg absoluut nog iets te winnen. Het betekent dat je, en ook als het kind weer thuis is, dat je aan nazorg moet doen. En het onderzoek laat gewoon zien, als je daar meer werk van maakt, verklein je de kans dat er problemen zijn. Er zijn verschillende studies gedaan waar kinderen zelf op gevraagd is hoe zij aankijken tegen de zorg. Dan zie je dat een grote meerderheid eigenlijk behoorlijk tevreden is. Dat is natuurlijk, er zijn altijd wel dingen die beter kunnen. Maar als je het grote beeld bekijkt, dan is er over het zorgzaam handelen van pedagogisch medewerker een behoorlijke tevredenheid.